Welkom bij de wedstrijd SV Urk tegen Eemdijk op zaterdag 18 november 2023. Een wedstrijd die onder slechte weersomstandigheden gespeeld werd, want 90 minuten lang daalde constant de regen op de spelers neer. Dan gaan we kijken naar Lucas Schraal. Die probeert de verdediging van Eemdijk te passeren. En dat lukt hem nog een keer en dan nog een keer. En uiteindelijk weet hij op een prachtige wijze in de linker benedenhoek te scoren van de keeper. En dan is het met een wippertje gaat die bal in het doel. En dat is het eerste doelpunt van deze middag. De wedstrijd, zoals gezegd, onder slechte weersomstandigheden voor Eemdijk, die op zoek was naar een overwinning. Sinds 16 september was ze dat niet meer gelukt in competitieverband. En voor Urk, na het goede resultaat van vorige week tegen DSV in Ermelo met 1-9-0 winst, ging je vol vertrouwen begonnen aan de wedstrijd, waarbij meteen in het begin een hele mooie aanval en een prachtig schot van Lucas Graal. Maar die werd op eenzelfde wijze gestopt door de doelman van Eemdijk, Jouke Beekhuis. Ging door met druk zetten op de verdediging van Eemdijk. Zoals hier een afstandsschot van Lucas Tol, maar opnieuw een redding van doelman Beekhuis. En dat illustreert iedere keer weer de aanvalsdrang van SV Urk. Zoals hier een vrije trap van Johannes Schrijver, maar die gaat helaas hoog over het doel. En dan komen we in de 25e minuut. Een prachtige diepe paas van Jan Ras op Pieter Brands. Pieter Brands, heel atlet, krijgt hij die bal bij Lucas Graal. En Lucas Graal legt die bal voor en is het Klaas Romkes die Urk na 25 minuten op een heel verdiende 1-0 voorsprong zet. En dan zijn we tegen het einde van de eerste helft met een aanval over de rechterkant. Met een mooie paas richting Lucas Graal. En dan zit Jan Ras die bal voor gaat geven. En dan probeert hij Klaas Romkes te bereiken, maar die bal is iets te scherp. En dan nog een vrije trap van Jan Ras. Helemaal aan het einde van de eerste helft. Dat is eigenlijk het euvel van SV Urk in die eerste helft. Een hele goede eerste helft waarbij ze uiteindelijk hun overwicht in de wedstrijd en een hele goed gespeelde eerste helft niet belonen met een grotere voorsprong. En zo gaan we de rust in met een 1-0 voorsprong voor SV Urk. En gaan we beginnen aan de tweede helft. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today. Dan beginnen we aan de tweede helft waar de trainer van Eemdijk ingegrepen heeft, Willem Romp, en twee wissels heeft toegepast. En dat leverde wat extra druk op die verdediging van SV Urk waar ze in het begin toch wel moeite mee hadden en nog wel probeerden de aanval te zoeken. En dat lukte in eerste instantie, maar uiteindelijk is het toch Eemdijk dat die aanval weet op te pakken. Nog even een aanval van SV Urk, maar Eemdijk komt aan de rechterkant goed door en er komt uiteindelijk die voorzet waarbij de man vrijkomt en dat is Yannick Bouw die daar helemaal vrij voor Strijker komt en hij brengt in de 48e minuut direct aansluitend op de rust Eemdijk op een 1-1 voorsprong en dat had alles te maken met de grotere druk die Eemdijk in die tweede helft op die verdediging van Urk legde. Urk was zoekende naar hoe ze daar weerstand tegen moesten bieden zoals hier Strijker even de rust neemt om de aanval op te gaan zetten. En dan is het Eemdijk wat de aanval rustig gaan opbouwen. Nog eventjes Urk in de 16 meter van Eemdijk met een rikkeltneentjes naar de buitenkant. Maar dan is een blessure van Pieter Brands en wordt de bal over de lijn gespeeld. Dure behandeling mogelijk te maken voor Pieter Brands. Maar dat zal niet baten, want hij kan de wedstrijd niet vervolgen en moet geblesseerd het veld verlaten. Voor hem in de plaats neemt Ide Neentjes het zijn plek in en gaat op zijn vertrouwde rechterbackspositie spelen. En de middenveldpositie van Pieter Brands wordt ingenomen door Rikkelt Neentjes. En dat vraagt een omzetting bij SV Urk. Maar het is toch Eemdijk dat de wedstrijd blijft controleren in die tweede helft. Met hier een voorzet op Sven Deen. En die staat helemaal vrij voor Strijker. Laat Strijker ook kansloos. En hij brengt Eemdijk op een 1-2 voorsprong in de 64e minuut. Dan grijpt Peter Wesseling, de trainer van SV Urk, in. Brengt een extra spits
in. En dat is Lucas Nagel verlaat het veld. En Janno van Essen een extra aanvaller die in het veld komt. Met nog even een onderonsje tussen de goed leidende scheidsrechter Broekhuizen. En de doelman van SV Urk Strijker. Maar dat levert voor Eemdijk verder nog wat mogelijkheden op. Terwijl Urk eigenlijk alles of niets wil gaan spelen. Dan is het een voorzet van die buitenkant. En dan is het opnieuw Yannick Bouw die zijn tweede doelpunt van de wedstrijd maakt. En Eemdijk daar op een 1-3 voorsprong zet. En dat kon wel eens de beslissing zijn in de wedstrijd. Want al ging Urk nog verder aanvallend spelen. Verdediger Benny Dunninker uit. En is het Andreas Gnodde die als extra aanvaller nog in het veld gebracht wordt. En is het de aanvoerdersband over naar Ieder den Dulk. Dijk profiteerde van de ruimte die Urk wel moest laten. Hier nog een mistasten van doelman Strijker. Maar Bouw weet daar niet van te profiteren. En zo blijft de stand 1-3. En nogmaals de aanval over de rechterkant van Eemdijk. En dan is het opnieuw Bouw. Maar dan is het Strijker die Bouw afhoudt van zijn hat-trick. En zo blijft de stand gewoon 1-3. En ondanks alle extra aanvullende impulsen die trainer Wesseling inbracht. Waren de mogelijkheden meer voor Eemdijk dan voor Urk. Al komt hier nog een goede mogelijkheid voor SV Urk. Waarbij een afstandsschot uiteindelijk resulteert van Jan Ras op de lat, maar dat verandert ook verder niet meer aan de stand. En zo gaat Urk in deze thuiswedstrijd naar een hele mooie eerste helft. En een, wat dat betreft een tweede helft waarbij ze de mogelijkheden aan Eemdijk gaven om terug te komen in de wedstrijd. En eindigt de wedstrijd in 1-3, waarbij we nu gaan luisteren naar de analyse van de beide trainers. Praten. Naast mij Willem Romp, trainer van Eemdijk. Ja Willem, na een reeks wat mindere resultaten, eindelijk weer een overwinning. Ja, broodnodig ook. Ik denk dat we de afgelopen weken iets te weinig gekregen hebben. Mede door toedoen door persoonlijke fouten. Nou ja, ik denk dat de 1-0 daar ook een goed voorbeeld van was. Dus deze is wel even heel belangrijk, ook voor het moraal van de ploeg. Terwijl dat er in de eerste helft niet naar uitzag. Nee, we zijn helemaal naar de kloten gespeeld de eerste helft. En ik moet echt mijn collega trainer Peter een enorm compliment maken. Ik heb eigenlijk een heel goed Urk gezien de eerste helft, waar ik ook erg van heb genoten. Ik ga zeker de beelden even terugkijken van, om dat nog een keer terug te kijken, om ervan te genieten. Gelukkig zijn we nog in leven, is het slechts 1-0. En konden we het in de rust repareren dat we wat beter de kleedkamer uitkwamen. En uiteindelijk win je hem. Pas twee wissels toe. Was dat het grote verschil in de tweede helft dat jullie verder naar voren konden spelen en Urk uit elkaar konden spelen? Nou, ik weet niet of wij Urk echt uit elkaar hebben gespeeld, want ik vond Urk vandaag gewoon aan de bal gewoon echt beter dan wij. Ik denk wel dat we door de wissels en ook omdat we iets in de organisatie het iets anders deden, dat we in ieder geval iets meer vat op het spel van Urk kregen, waardoor we ook iets minder apathisch in de wedstrijd stonden en dat we ze in ieder geval wat makkelijker van onze goal konden houden. En dat je daardoor, als je de bal veroverde, ik vond wel dat we daarna wel aardig wat ruimte kregen om zelf door te voetballen. Ik denk dat dat het grootste verschil was. Ja, want die tweede helft, uiteindelijk 1-3, winst voor Eemdijk. Ik wens je een heel goed vervolg van deze overwinning en succes in het vervolg van de competitie. Dank je wel. Ja Peter, een wedstrijd met twee gezichten. En je krijgt de complimenten voor het goede spel van je collega, met name in de eerste helft. Dat is een compliment, hè? Dat is een compliment. En als dat, dan kijk je naar die eerste helft, want wat hebben jullie toen goed voetbal op de mat gelegd? Ja, denk ik ook. We durfden te voetballen door de as en op de juiste momenten door voetballen aan de buitenkant. En uiteindelijk 1-0. Misschien moeten we daar wat meer afstand nemen. Dat lukt niet. Maar desalniettemin waren we tevreden over de eerste helft. Want met name de eerste half uur veel op de helft van de tegenstander. En het laatste kwartier precies wat jij graag wil. Om compact in de verdediging te spelen. En je gaf geen enkele kans weg in die periodes. Nou, niet zozeer dat ik dat heel graag wil. Maar dat we wat meer gaan afwisselen tussen hoog druk en volle bak vooruit. Als we de bal niet hebben. En momenten dat we wat klein maken en compacter spelen. En met de kwaliteiten die we hebben, kunnen we daar ook gevaarlijk mee worden, vandaag gezien. En uiteindelijk, die tweede helft. Wat ging er toen mis? Nou, net wat de collega trainer zegt. Zij zet ons wat hoger vast.
En waar we de eerste helft in staat waren om net de vrije mensen te vinden, zeg maar, stonden zij met wat meer mensen wat hoger. Waardoor we eigenlijk niet door konden voetballen. En zijn we eigenlijk in de eerste opbouw, zeg maar, op de helft van onze eigen helft, een aantal keren de bal verliezen. Daardoor eigenlijk niet meer in ons spel komen. Dat leverde niet gelijk doelpunt op. Maar uiteindelijk was het wel zo dat we zelf niet meer aan het voetballen toe kwamen. Want dan dit laatste kwartier ga je alles of niks spelen. Ja, dat leverde ook weinig mogelijkheden op. Hè? Dat leverde meer voor Eemdijk kansen op dan voor jullie. Terecht. Dat zie je wel vaker. Ballen die dan uitvallen in plaats van dat je op de helft van de tegenstander blijft. Omdat die te veel mensen voor de bal zijn. We brengen natuurlijk Andreas en eigenlijk dat twee spitsen. En nog een spits erachter. Die denken ook aan spitsen. Die denken niet aan verdedigen of verdedigen door een restorganisatie. Op het moment dat je de bal verliest rond de 16 meter, dat daar nog weer druk op zit. Ja, en uiteindelijk... Zijn zij meer bij ons voor de goal geweest dan wij. Ja, jullie belonen je niet in de eerste helft en uiteindelijk krijg je deksel op de neus. Jammer voor de verliespartij. Succes volgende week en over 14 dagen graag weer hier in de thuiswedstrijd tegen Rijn Vogels. En veel succes in die wedstrijden. Dankjewel. Dankjewel mensen. Allemaal een heel fijn